Goedemiddag en hartelijk welkom bij deze kick-off van het actieplan Open op Orde. De afgelopen periode is daar hard aan gewerkt en nu is het zaak om het ook te laten werken. Op 2 april is dat actieplan geaccordeerd door de ministerraad, dus het bestaat nu echt en er moet nu mee aan de slag, want op 1 juli worden de eerste actieplannen van de verschillende organisaties als het gaat om informatiehuishouding al verwacht. Nou, vandaag een mooi moment tot 2 uur om u mee te nemen in dat programma en om te kijken wat er wordt verwacht. In deze bijeenkomst hebben we daar een programma voor bedacht. Dit ben ik, de dagvoorzitter. Mijn naam is Marcel Bril. We gaan straks beginnen met Lucas Lombaerts. Hij zal eigenlijk de inhoudelijke aftrap geven. Daarna Marens Engelhardt, algemeen Rijksarchivaris en directeur ook van het Nationaal Archief. En Olaf Andersen, hoofdinspecteur inspectie overheidsinformatie en erfgoed. En zij zullen meer ingaan op de analyse, want een plan kan niet zonder een analyse. Maar daarover straks meer. Jacqueline Rutjens die neemt ons mee langs de actielijnen van het actieprogramma Open op Orde. Gerben Kleine is coördinerend adviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ja, die zal laten zien wat het in de praktijk kan gaan betekenen, want daar is hij zelf ook mee bezig. Het is de bedoeling dat we met elkaar in gesprek gaan, dat u kijkt en luistert. Maar uiteraard kunt u ook vragen stellen. Dat kan via de chat. Wellicht komen die chatvragen tussendoor even aan de orde. Maar helemaal aan het einde is er nog een mogelijkheid om de chatvragen te behandelen. Want dan gaan we met de mensen die hier aanwezig zijn aan tafel om mee te praten. De meeste mensen zijn ook mede-auteurs van het actieplan. En die mensen zullen aan tafel verschijnen om over dat plan te praten verder. Maar ook natuurlijk om jullie vragen te beantwoorden. Dus gebruik de chat. We weten niet of alles aan de orde kan komen. Maar de vragen komen aan de orde. Maar allereerst zou ik willen beginnen met, ik noemde zijn naam al eventjes, Lucas Lombaerts. Programmadirecteur met heel veel afkortingen, maar in ieder geval 1 zaak ook in de portefeuille waar het nu vandaag vooral over gaat. Informatiehuishouding. Ja, dankjewel. Goedemiddag, welkom. Fantastisch dat we in deze coronatijden op deze creatieve manier toch met z'n allen bij elkaar kunnen komen. En wat mij betreft voor een belangrijk onderwerp. Goede naam hebben we er nog niet voor. Het is naar ambtelijk gebruik met een lange afkorting is het allemaal samengevat. Maar het gaat over iets waar volgens mij veel van jullie al een hele tijd mee bezig zijn. De informatiehuishouding van de overheid, van de Rijksoverheid. En daar is een grote slag moet worden gemaakt. De ministerraad heeft er al een besluit over genomen en ook geld voor vrijgemaakt. Maar wij moeten daarmee aan de slag. En er loopt al veel, want er is al een meerjarenplan om die informatiehuishouding op meer op orde te brengen. Er is een hele nadrukkelijke politieke wens om hiermee aan de slag te gaan. En dat wordt uitgedrukt in de opvolger van de WOP, de Wet Open Overheid. Die het werken bij ons voor de overheid ook echt zal gaan veranderen. En het is ook verschrikkelijk belangrijk, ook in de verantwoording van ons werk, om dat in de archieven netjes te doen. En met een nieuwe archiefwet gaat dat ook uitgedrukt worden. Dat zijn eigenlijk de begrippen die wij met z'n allen heel erg goed kennen. Maar voor het brede publiek wordt dit echt zichtbaar door een aantal gebeurtenissen die de laatste tijd zijn gebeurd. Politiek is natuurlijk het meest zichtbare, de affaire rondom de kinderopvangtoeslag. Maar ook de inspectie heeft een kritisch rapport uitgebracht. En de Raad van State, observerend hoe de relatie is tussen het parlement, het kabinet en de ambtenarij, heeft vorig jaar in de zomer ook een belangrijk advies uitgebracht. Ik begin eerst maar eens even met die kinderopvangtoeslag. Nou, iedereen zal het zich herinneren. Een groep mensen is op een afschuwelijke manier klem komen te zitten midden in het werk van de overheid. De wetgevende macht had daar een rol, de rechtsprekende macht, de uitvoerende macht, de beleidsmakers die verantwoordelijk waren. En toch zijn we er met z'n allen eigenlijk niet in geslaagd een groep mensen op de goede manier te helpen met een systeem kinderopvangtoeslag, wat er echt uitdrukkelijk voor bedoeld was. Dat heeft gelukkig geleid tot een hele scherpe reflectie van hoe moeten we hier verder mee omgaan. Ik denk dat de meesten van jullie het kabinetsreactie kennen of daarvan gehoord hebben. Een immens aantal maatregelen, 128 maatregelen, is daardoor het kabinet aangekondigd. En
Wat misschien nog niet iedereen weet, een van die maatregelen is ondertussen al in werking getreden. Als je gaat zoeken op de site van de Rijksoverheid, kun je daar vanaf 16 april, vanaf vorige week, al een eerste maatregel in effect zien. De agenda en de besluitenlijst van de ministerraad is vanaf heden openbaar. Dus een eerste, kleine stap, maar wel betekenisvol. Om die veel bredere opgave, om die te kunnen aanpakken, is een groot programma opgetuigd. En dat gaat om de informatiehuishouding, en dat is al een grote opgave. Maar het gaat niet alleen om de informatiehuishouding. Het is ook de vraag voor veel van onze collega's, welke documenten gaan we nou openbaar maken? Welke documenten horen daarbij om de achterliggende overwegingen zichtbaar te maken? Daar is een beleidslijn voor opgesteld, een beleidslijn voor de informatieverstrekking. Een traject waar ook de juridische directies nauw betrokken bij zijn. Dat is een belangrijke actielijn. Wat wij doen in de informatiehuishouding en de verstrekking van informatie aan de Tweede Kamer, dat heeft ook voor onze ambtelijke professionaliteit, maar ook hoe we ons verstaan met kabinet en met Kamerleden, heeft dat een belangrijke gevolg. Dus de politiek-ambtelijke verhoudingen zullen erdoor veranderd worden. En dat is ook te hopen. Want iedereen kan denk ik wel waarnemen dat daar die verhoudingen op dit moment behoorlijk onder druk staan. De formatie, iedereen heeft het via de media kunnen volgen, de verkenning. Je ziet dat daar sprake is van gespannen verhoudingen. En ik denk dat de burgers in Nederland gebaat zijn bij transparantie, maar ook bij werkverhoudingen die op vertrouwen en ook op veiligheid gebaseerd zijn, zodat we echt ons werk goed kunnen doen. Om dat aan te pakken zijn er dus een aantal actielijnen naast elkaar in gang gezet, waarvan de verbetering van de informatiehuishouden een hele belangrijke en een grote opgave is. Dat is echt een opgave die ook niet in een half jaar of een jaar te realiseren is. Dus vanuit de stuurgroep die dit programma ook geaccordeerd heeft en opdrachtgever is geweest voor dit programma, is gelukkig het besef wordt breed gedeeld dat je hier echt een aantal jaar voor moet nemen om stap voor stap die informatiehuishouding op orde te gaan brengen. Dat kost ook gigantisch veel geld. Het kabinet heeft er 780 miljoen voor gereserveerd. En doet ook heel nadrukkelijk, en beseft zich ook heel nadrukkelijk, dat dit niet in één klap goed kan gaan. Dus dat hier stappen voor nodig zijn en dat verwachtingenmanagement, dat belangrijk is. Dat is eigenlijk de boodschap. Het kost tijd en het kost geld. En daarvoor moeten we gaan investeren. Dat is wat mij betreft op dit moment de belangrijkste boodschap. En ik zou het stokje eigenlijk willen overdragen om dat programma verder te gaan toelichten. Dat gaan we zeker doen. Hartelijk dank voor deze inleiding. Het kost tijd, het kost geld, maar de eerste stappen moeten ook al wel vrij snel gezet worden. Want ik begrijp dat op 1 juli al wat geleverd moet worden. Je vertelt nu in hoofdlijnen wat de bedoeling is, wat de ambitie is. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, maar weet hij wel wat hij van ons vraagt? Ja, ik denk dat we veel vragen van mensen. Ik denk dat we zowel veel vragen van de mensen in de informatiehuishouding. Want er zijn natuurlijk ook jarenlang geweest waarbij de Rijksdienst met enorme bezuinigingen te maken heeft gehad. En dat heeft op het werk van de professionals in de informatiehuishouding echt sporen nagelaten. Ik herinner me ook nog wel, toen de digitalisering van de documenthuishouding startte, dat er uit die groep al mensen waren die adviezen hebben geschreven, die omschreven wat er nodig was om dit beter op orde te krijgen. En tegelijkertijd, lang niet alles daarvan kon toen gehonoreerd worden om budgettaire redenen. Er is op bezuinigd. Tegelijkertijd weet ik ook wel dat dit in de organisatie waar wij voor werken, dat dit ook grote consequenties heeft. Ja. Ik heb een tijdje in de gevangeniswezen gewerkt. Organisaties waar met gedetineerden regelmatig incidenten waren. Daar waren ook incidentmeldingen van, zodat de politieke leiding altijd precies wist wat er speelde. Die documenten die werden in toenemende mate met de WOP openbaar gemaakt. En op een gegeven moment is toen een soort grote stap voorwaarts gezet door te zeggen, die gaan we actief openbaar maken. En dat hele proces heb ik van nabij meegemaakt, want de mensen die adviezen, die signaleringen schreven, die moesten hun werk op een andere manier gaan doen. Ja. Die moesten zich van tevoren beseffen, alles wat ik hier opschrijf, dat kan morgen op de voorpagina van de krant zijn. Mm-hmm. En dat is, daar is dat in ieder geval op een hele nette en zorgvuldige manier gelukt.
Ja. Met meer openheid als resultaat. Maar dat was wel ingrijpend. Ja. Je weet dus ook vanuit de praktijk wat dit betekent, deze ingrijpende verandering voor veel mensen. Heb je nog een tip? Ik denk dat belangrijk bij deze aanpak is dat we dit ook echt in een gezamenlijkheid doen. Dit is een opgave voor de mensen van informatiehuishouding, maar het is ook een opgave voor de mensen die in de lijnorganisatie werken en voor de mensen die op allerlei manieren, bijvoorbeeld met de inhoudelijke beleidslijn, proberen duiding te geven en hier zoveel mogelijk consistentie in te brengen. Dus de kunst is hierbij ook het wel op een zo integraal mogelijke manier aan te pakken. Hartelijk dank voor deze bijdrage. Straks zul jij niet aan tafel zitten, dat doen we met de mede-auteurs van het actieplan. Maar dank voor de bijdrage en succes met alle acties die daaruit voortvloeien uit dit actieplan. Dankjewel, goed. Tot ziens. We gaan verder. We hadden het al net eventjes in de introductie erover, dat een actieplan kan eigenlijk niet tot stand komen zonder een grondige analyse. En we gaan straks spreken met twee mensen die daaraan bij hebben gedragen, die dus ook mede-auteur zijn van het actieplan dat nu voor ligt. Dat zijn Marens Engelhardt, directeur Nationaal Archief, zei ik net ook al even, en ook algemeen Rijksarchivaris. En Olaf Andersen, hoofdinspecteur van de inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Jullie gaan straks met elkaar het gesprek aan, maar laten we eerst even ter introductie een filmpje gaan bekijken. Informatiehuishouding. Zo noemen we de opslag, het beheer en de verstrekking van gegevens binnen een organisatie. En die moet op orde zijn, zodat iedereen er snel bij kan en om de totstandkoming van besluiten te kunnen verantwoorden. Helaas krijgt de Rijksdienst dit nog niet altijd voor elkaar. Hoe dat komt? Vier redenen. 1. We hebben er te veel op vertrouwd dat alle 120.000 Rijksmedewerkers zelf informatie op orde zouden krijgen en houden. We missen de informatieprofessionals. 2. Door de digitalisering is de hoeveelheid informatie exponentieel gegroeid en er is te weinig vernietigd. 3. Veel IT- of informatiesystemen sluiten niet op elkaar en de dagelijkse werkpraktijk aan. 4. Er is te weinig sturing op en naleving van informatiehuishouding. Om de informatiehuishouding van het Rijk te verbeteren, is het dus belangrijk dat je voor jouw organisatie deze vier lijnen naloopt. 1. Professionele informatiebeheerders zijn hard nodig. En alle medewerkers moeten weten wat goede informatiehuishouding betekent in hun dagelijkse werk. 2. Volume en de aard van informatie moeten ook in jouw organisatie in kaart worden gebracht. Wat heb je in huis? 3. Er moeten betere en gebruiksvriendelijkere informatiesystemen komen. 4. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor informatiebeheer moet je samen vaststellen. Stuur daar ook op. Pas dan werk je echt aan een samenhangende aanpak. Dien voor 1 juli 2021 een actieplan in om de informatiehuishouding van jouw organisatie te verbeteren. Kijk voor meer informatie op www.openoporde.nl. Ja, dat was een leuk filmpje. Erg kort natuurlijk. Als je kijkt naar wat er afgelopen jaar allemaal gebeurd is. En in een paar van die beelden wat er allemaal dan moet gebeuren en wat er al gebeurd is. En datzelfde geldt eigenlijk een beetje voor onze verkenningen en analyse die we gemaakt hebben voor het plan Open op Orde. Ook dat is, zoals we het zelf ook opgeschreven, heel erg kort door de bocht. Maar als je kijkt, en die noemen we ook gelukkig in die verkenning ook, van wat er allemaal aan stukken ook onder ligt, wat er ook de afgelopen jaren ook verschenen is, dan ligt er ook uiteraard een veel grotere basis ook onder. En het leuke is ook dat we aan die verkenning en analyse met meer mensen ook gewerkt hebben. Ik wil in ieder geval, wij in ieder geval samen, maar er zijn meer mensen geweest. Ik zal onder andere ook nog André Dijkhuis noemen, directeur van DocDirect. En we kwamen al vrij snel tot een aantal problemen die we gesignaleerd hebben. En die zijn uiteindelijk ook een beetje kort ook voorbij gekomen. En een van de belangrijkste was eigenlijk toch wel van dat we het idee hadden van waar zijn eigenlijk al die informatieprofessionals gebleven? En dat was wel een van de grote vragen die we onszelf wel stelden. En die wil ik eigenlijk ook eens aan jou stellen, Marens. Zou jij dan nog kunnen reflecteren hoe komt het, denk je, dat die informatieprofessionals eigenlijk verdwenen zijn? Ja, ik denk eigenlijk als je terugkijkt, dan waren voor de grote digitaliseringsoperatie van de afgelopen 20 jaar, had elke organisatie had differs. En dat waren mensen vaak een beetje onzichtbaar in de organisatie, die als een proces was afgelopen, dan gingen ze met documenten sjouwen en die gingen naar de kelder. Die waren een beetje onzichtbaar. Het vak had ook een beetje stoffig imago, of dat nou terecht is of niet.
Maar met automatisering kwamen er documentmanagement systemen, kwamen record management systemen. Er was eigenlijk de gedachte, die beroepsgroep die past niet meer bij die modernisering. Eigenlijk is die beroepsgroep misschien wel niet meer nodig. Dus ook een dankbaar slachtoffer van bezuinigingen geweest. En tegelijkertijd was de gedachte, met al die nieuwe systemen, kunnen alle mensen die in een organisatie werken, die kunnen hun eigen informatiebeheer gaan doen. En toen is die beroepsgroep DIF is eigenlijk langzaam een beetje minder geworden, is verdwenen. Er is te weinig een moderne DIF'er voor in de plaats gekomen, want een moderne DIF'er is een informatieprofessional, is een adviseur die naast het primaire proces staat, erin zit en mensen verder op weg helpt. En die hele last is eigenlijk bij gewoon onze collega's komen te liggen. Ja. Maar die hebben het al heel erg druk. Ja. En die verwachting is dus gewoon niet bewaarheid geworden. Maar het was wel een verwachting. En daar zitten we nou al, dat zien we eigenlijk al 10, 15 jaar, zie je dus dat die functie veel te klein is geworden bij de organisaties. Ja. Dus daarom staat hij eigenlijk op 1 in deze analyse ook. Daar waren we het al snel over eens. Ja. Maar de vraag is natuurlijk, hè, dat gezegd zijnde, van we zijn die beroepsgroep kwijt. Het vraagstuk is alleen maar groter geworden. Gaan we dit ooit nog oplossen? Wat denk jij? Ik bedoel, is hier überhaupt een oplossing voor? Ja, nou, het grappige is dat wij als inspectie dit jaar een rapport hebben laten verschijnen. Het heet Dementerende Overheid 2.0, maar wel met een vraagteken erachter. Waarom 2.0? Omdat het 15 jaar geleden heeft de inspectie eenzelfde rapport geschreven, toen zonder 1.0, maar in ieder geval was wel de eerste. En in dat rapport 2.0 verzuchten we ook van schrijf over 15 jaar niet 3.0. En dus dat is toch de last is van we gaan weer de goede kant op. Er is heel veel aandacht nu voor, er is heel veel geld voor vrijgemaakt, er is heel veel bestuurlijke aandacht. Maar hoe lang blijf je dat vasthouden? En wat natuurlijk de vraag is van, komt het ooit op orde? Kan je op een gegeven moment echt een moment aanwijzen van, nou, nu zijn we eindelijk bij het eindstation aangekomen. En nu kunnen we echt zeggen dat die informatiehuishouding op orde is. En wat wij ook al een paar keer ook met elkaar besproken hebben, ook in die gesprekken over de verkenning en de analyse. We zijn niet somber, maar het is niet zo dat we, denk ik, over 15 jaar kunnen zeggen het is klaar. Hè? Dus die zorgen blijven we wel houden. Alleen is het nu wel heel goed dat er zoveel aandacht ook voor is. En het is ook een beetje vergelijkbaar, die vergelijking hebben we ook al eerder gemaakt, van als er echt iets misgaat, dan is er heel veel aandacht. Hè? Dus waarom hebben wij zoveel aandacht in Nederland aan dijken besteed? Omdat we echt watersnood gehad hebben. En misschien hebben we nu wel op het terrein van de informatiehuishouding binnen de Rijksoverheid een soort van watersnood. He, dus dat het echt ook de urgentie ook is om hier ook daadwerkelijk wat aan te gaan doen. En de informatie, er is natuurlijk heel veel. Hè? Dus en het neemt alleen maar toe en de verschillende informatiebronnen nemen alleen maar toe. En dan krijg je natuurlijk ook, en dat hebben wij natuurlijk ook al vaker over gehad, van als je nou zoveel informatie hebt, moet je dan ook alles bewaren. Hè? Kunnen wij de mensen ook helpen door te zeggen van, ja, weet je wat, dat mag je weggooien, dat mag je bewaren. Of, hè, dus, en dat is een vraag waar wij nog niet uitgekomen zijn. Maar ja, de specialist zit naast me, dus ik stel gewoon een vraag. Maar Rens, wat moeten we eigenlijk bewaren? Ja, precies. Dat is een vraag die heel vaak gesteld wordt. Ja. En dan gaat iedereen inderdaad naar een archief kijken. Van, wij vinden dit heel lastig. Hè? Het is ook een hele verantwoordelijke beslissing. Wat bewaar je nou voor de toekomst? Wie bewaart, bepaalt. En zeker als zo'n hele affaire als dit echt die vraag ook heel scherp maakt. Van, hoe leg je nou verantwoording af? Rijksarchivaris, vertel ons nou maar eens een keertje hoe het zit. Dan gaan wij dat wel doen, de zaken bewaren. En het vervelende is dat je dat nooit vanuit één plekje voor alle organisaties kunt bepalen. Want daarvoor zijn die verschillen veel te groot. Dus wat je kan doen, en wat wij ook doen als Nationaal Archief, is dat je een handreiking doet in de methode die je moet volgen. Want beslissingen over bewaren of vernietigen, dat gaat over risicoanalyse. Dat gaat over een analyse van het systeem waarin je werkt. Wat is nou nodig om een reconstructie te maken? Het gaat ook over een bewustzijn van waar zitten de fricties, waar zitten de conflicten. We noemen dat de hotspots. En als je een methode hebt om te bewaren, dan kan je per organisatie kan je daar het antwoord op geven. Maar we merken dat die vraag zo vaak op ons afkomt, ook nu in deze situatie, dat we de hele methodiek die we daarvoor hebben, dat we die opnieuw aan het formuleren zijn. Die zijn we aan het aanscherpen, die zetten we in modules, waardoor we echt organisaties aan de hand kunnen nemen. Maar je kan er nooit een antwoord op geven wat zomaar voor iedereen toepasbaar is. Dat gaat gewoon niet. Dus je kan wel een methodisch antwoord geven. Ja.
Maar goed, die vraag die blijft natuurlijk toch bij organisaties natuurlijk ook liggen. En het is natuurlijk ook eigenlijk wat ze zelf moeten bedenken. Ik bedoel, zij kunnen zelf eigenlijk pas bepalen wat belangrijke informatie in een organisatie. Dat kan je natuurlijk als Nationaal Archief niet gaan zeggen van dit is wel belangrijk, is dat belangrijk. Dat moet je ook zelf kunnen bepalen. Dat vinden organisaties ook wel moeilijk. Ja. Maar je zal zelf dat moeten doen. Ja, maar je merkt dus altijd dat er een soort van behoefte is als er zo'n probleem ontstaat, dat er een centrale, gecentraliseerde oplossing moet zijn. En volgens mij is dat ook jullie ervaring. Centrale blauwdrukoplossingen, dat is al wel vaker geprobeerd. Dat lukt meestal niet zo. Nee, nee. Wat zie je daar als inspectie zie je daar gebeuren? Nou ja, dat was ook wat we in ons eigen rapport geschreven hebben. Wat we ook probeerden in die verkenning ook aan te geven. Pas nou op dat er niet de informatiehuishouding is van de Rijksoverheid. Want de Rijksoverheid, dat is zo'n 80 organisaties. En die hebben allemaal verschillende taken. En die hebben allemaal verschillende functies. En die taken en functies maken natuurlijk ook uit van hoe je informatiehuishouding ook inricht. En wat voor informatie je ook nodig hebt voor je processen. En uitvoerende organisatie als de Belastingdienst of het UWV is een totaal andere organisatie dan de beleidsorganisatie. Maar er zijn wel dingen waar je afspraken over kan maken. En ik denk dat dat in de open op orde wel gebeurd is. En je kan wel aan de voorkant dingen met elkaar afspreken van hoe doen we het nou met elkaar? Wat voor afspraken kunnen we maken over architectuur? En kunnen we al rekening houden van dat er straks toch met informatie wel op een andere manier wat moet gebeuren? We hebben het een paar keer ook genoemd van archiveren bij design, de term die we daar wel voor gebruikt hebben. Alleen het moet niet de nadruk worden op archiveren. Het gaat erom wel dat je wel moet bedenken dat die informatie heb je later nog op andere manieren nodig. En hoe zou je dat het beste kunnen doen? En dat proberen we wel ook in te brengen. Maar het is natuurlijk wel een diffuus beeld. En dat kun je niet oplossen door blauwdrukken. Je kunt afspraken maken, dus generiek. Dus afspraken maken waar het kan. Maar zorg wel voor dat het wel in die organisatie zelf zo goed mogelijk zelf opgelost moet worden. Want daar moet het gebeuren. He, want de vergelijking die we wel eens maken van iedereen vindt het belangrijk dat we letten op hoeveel geld we uitgeven. He, dus dat hebben we allemaal netjes georganiseerd in al die organisaties. We hebben generieke processen voor die allemaal goed geleid worden door het ministerie van Financiën. Op een aantal punten zou je die vergelijking ook kunnen maken als het gaat om je data, je informatie. Als we met elkaar zo belangrijk vinden als overheid, dan moeten we daar maar gewoon een aantal hele centrale afspraken over gaan maken. En een van de uitkomsten ook van het hele verhaal wat er nu speelt, is dat ook onze inspectie ook de komende jaren versterkt gaat worden. Dus dat betekent ook dat wij daar ook met name ook veel meer op gaan letten de komende jaren. Maar het punt is wel dat wij moeten zelf de informatieprofessionals nu gaan binnenhalen die iedereen nu gaat zoeken. Dus dat zal nog wel een stevige klus zijn. Maar als je nou... Nationaal Archief gaat nu ook geïnspecteerd worden. Hè, door de wij gaan jullie in de gaten houden. Ja, wij gaan jullie eruit. We zijn nu wel zenuwachtig. Maar als jij nu kijkt van... we hebben het natuurlijk ook een paar keer over gehad. De rol van de centrale overheid en de decentrale overheid. Hoe kijkt het Nationaal Archief aan tegen... Moeten we nog meer gaan centraliseren met elkaar? Of moeten we toch zoveel mogelijk ook kijken wat er lokaal geregeld kan worden? Ja, het is eigenlijk net als bij dat selectievraagstuk, organisaties verschillen. Dus wat je heel mooi in dat filmpje zag, was die botsende puzzelstukjes die alle twee een bolletje hebben in plaats van een holte. Het is dus wel belangrijk dat systemen met elkaar praten. Dus je moet proberen afspraken te maken over standaarden. Je moet proberen de connecties moet je tot stand te brengen. Maar je moet niet een soort van eenheidsworst nastreven, want dat gaat dus niet lukken. En daarom moet je het zoeken in methodes. Methode die voor het Nationaal Archief en voor de archiefsector in Nederland eigenlijk steeds belangrijker wordt, is inderdaad archiving by design. Dat betekent dat je dus, wanneer je nieuwe systemen aan het implementeren bent, wanneer je nieuwe investeringen aan het doen bent, dat je dan kijkt hoe je archieffuncties, en dat gaat eigenlijk om duurzame toegankelijkheid van digitale informatie. De duurzame toegankelijkheid is in feite hetzelfde als archiveren, maar dan een digitale omgeving. En dan probeer je dus in systemen die duurzame toegankelijkheid in te bouwen op het moment dat je een nieuw systeem aan het bouwen bent. Ja. Dus zo'n operatie als dit, open op orde, kan je nooit met terugwerkende kracht doen. Nee. Je gaat gewoon stap voor stap en dan ga je stap voor stap verbeteren waar je het kunt. Dus het moment dat je kan zeggen het probleem is opgelost, klaar, operatie geslaagd, we gaan wat anders doen. Dat moment dat vind je niet. Het is een continu proces. Daarom is het ook goed dat de inleider heeft aangegeven, dit is een langjarig traject. Geen overspannen verwachtingen. Het is meer een manier van werken en een manier van doen dan dat het dat ooit helemaal af is. Daarom is het ook heel belangrijk dat die aandacht die er nu voor is, dat die doorgaat. Ik vind het belangrijk ook in deze sessie dat we in ons hoofd houden, we hebben het nu wel over iets technisch, informatiehuishouding, informatievoorziening, maar het achterliggende vraagstuk is natuurlijk echt een maatschappelijk vraagstuk. Ja.
En dit is maar een van de radertjes daarin. Dus je wat kan, denk jij, wat dus de burger kan, gaat merken? Mag nog heel even want je kan je dus ook afvragen van waaraan meten we het succes af? Ja, hè? Ja. Wat we nu allemaal proberen. Dus wat vind jij? We hebben dit straks allemaal, zijn we hier vreselijk hard aan het werk. Er gaan vele miljoenen gaan erin om. Wat gaan nou die families daarvan merken? Ja, nee, precies. En de burgers? Ja. Nee, dat vind ik echt een hele moeilijke vraag ook. Hè? Ja. Want, maar die moeten we ons denk ik wel heel erg blijven stellen. Want wat er nu fout gegaan is bij onder andere bij toeslagen. Wij brengen toevallig vandaag het rapport van onze inspectie uit over toeslagen. Dat wil je gewoon niet. Maar gaat dit programma daarbij helpen? Ik hoop het wel. Ik hoop wel dat wij in ieder geval weer, ondanks het feit dat automatisering ons helpt met dingen meer efficiënt kunnen maken, dat we grote massale processen kunnen doen. Want al die dingen als toeslagen en belastingen, dat kan alleen maar nog met ICT om dat gewoon in deze grote mate te doen. Maar je moet wel de menselijke maat in de gaten houden. En ik denk dat fouten maken zal er altijd bij blijven horen. Er zullen altijd incidenten zijn. Hè? Het bekende bonnetje van Teven, dat zal ons altijd dwars blijven zitten. Maar ik hoop wel dat het bij incidenten blijft. En dat we toch met elkaar het zo op orde krijgen. Dat ook al zal de burger er niet van merken van, god, het is op orde. Maar het feit dat er geen grote misstanden meer zijn, vind ik ook gewoon een teken van. Het feit dat wij geen overstroming meer hebben gehad, is een teken van dat we toch goed op orde hebben. Mm. En als we de boel zeg maar in de informatiehuizenhouding niet meer laten overstromen, denk ik dat we dat effect wel bereikt hebben. Alleen we zullen waarschijnlijk nooit in de pers komen van het is op orde. Hè, het is meer iets van het probleem is niet meer zichtbaar. En ik denk dat dat al een grote winst kan zijn. Ik vind in de hele informatiesector zijn landen als Estland altijd wel inspirerend. Ja. Die hebben als het ware de slag overgeslagen, omdat ze later in de digitalisering zijn gestapt dan bijvoorbeeld Nederland. Elke burger daar heeft toegang tot zijn digitale dossiers. Ja. En dat is een veel directere vorm van inzage hebben in hoe je aanvraag of hoe je belastingaangiftes of hoe wat dan ook eigenlijk in behandeling is. En ik denk dat als je naar die toeslagenaffaire kijkt, dat een hele mooie stip op de horizon zou zijn. Dat die informatiehuishouding en ook dat open, het heet niet voor niks open op orde, eigenlijk zo is dat je dus ook als burger van Nederland gewoon inzage hebt in hoe de overheid met jou omgaat. Ja. Dat lijkt me een heel mooi toekomstbeeld. Ja. Volgens mij hebben wij een goed gesprek gehad. Nou, dat denk ik ook. Ik hoop dat ook ons publiek denkt. Van, Nou, je hoort het vanzelf straks wel als er vragen komen. Dan komen die via de chat wel binnen, denk ik. Goed op weg, ja. Ja, en dan kun je altijd nog wel vragen beantwoorden. En ik denk, ik wil even dan terugkijken tot het proces, dat het wel heel goed is dat we wel met zoveel mogelijk partijen open op orde gemaakt hebben. En dat we ook alle ruimte ook kregen om dit ook gewoon te doen. En, met respect ook naar alle geledingen en alle disciplines hebben we dit gewoon toch ook samen gedaan. En ook met heel veel plezier, vind ik zelf. Ik denk dat heel veel collega's dit nu ook als een kans zien om dit vakgebied echt met weer meer relevantie naar voren te brengen. Ja. Dat is een hele goede kans, denk ik. Ja. Dank voor jullie bijdrage. En is dat inderdaad, als ik even daarop aan mag sluiten, is dat ook al een mooie bijvangst? Dat jullie met elkaar over het vak praten en dat daardoor het vak ook misschien wel meer gaat leven en dat ook wat oplevert? Nou, wij praten wel eens vaker over het vak. Maar het informatievak is, dat lijkt vaak een soort van elementje van de bedrijfsvoering. Iets wat je doet om andere dingen te doen. En nu daalt het besef toch wel in dat gewoon alles wat de overheid doet, eigenlijk onze hele maatschappij, is natuurlijk gewoon doordesemd van informatie. Je kan het eigenlijk helemaal niet lostrekken van allerlei andere processen. En dat is wel heel goed dat dat nou zo goed naar voren komt, denk ik. De urgentie is in ieder geval toegenomen. Ja, het absoluut. Vak. Ja, niet alleen bij jullie, dat was er natuurlijk al, maar ook voor anderen. Ja, zeker. We hebben het over echte dingen ook. Hè. We moeten het ook oppassen dat we het niet zien als van dat vakgenoten met elkaar. Dit gaat over natuurlijk veel meer en het raakt de burgers ook. Hè. Dus dat maakt het echt belangrijk ook, ja. Hartelijk dank voor zover. Zoals al aangekondigd, jullie schuiven zo dadelijk ook aan tafel om vragen te beantwoorden. Die inderdaad via de chat naar ons toegestuurd kunnen worden. Misschien al toegestuurd zijn. Dan kunnen we er nog over verder praten. Maar dank tot zover. We gaan hier verder aan tafel met Jacqueline Rutjens, directeur van het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding. Hartelijk welkom. Dankjewel. Wij gaan wat verder inzoomen op die lijnen, die actielijnen, toch? Ja, want eigenlijk het rapport, het generiek actieplan, begint dus met deze analyse van
Wat is er nou eigenlijk misgegaan de afgelopen 15 jaar? En dat is, denk ik, zoals Marens en Olaf dat ook beschreven, dat is een reis geweest. Dus die hebben we met een brede groep gemaakt. En voordat iedereen nu de moed in de schoenen zakt en denkt van, oh, wat is er toch veel aan de hand, biedt het actieplan per actielijn eigenlijk een visie waar je op voort kunt bouwen om ook in je eigen organisatie, want dat is nu de bedoeling, dat moet voor 1 juli gebeuren, al die 4 actielijnen zelf ook door te maken. En dat kan dus alleen, zoals wij dat ook gedaan hebben in die werkgroep, als je dat breed doet in je organisatie. Ja, we kwamen die actielijnen al een beetje tegen, ook in het filmpje. Gaan we zo nog even wat meer op inzoomen. Je zegt het is een reis die we al aan het maken zijn. En hoe ver zijn we dan nu op die reis? Ja, kijk, wij hebben nu dat generieke actieplan gemaakt. Daar zitten trouwens voor ons op het generieke deel. Dus wat moet je overheidsbreed doen? Zitten nu ook een aantal startmomenten. Want we gaan wel degelijk kijken van, zijn die werkprocessen toch niet wat meer te uniformeren binnen de Rijksdienst? Uit de POC kwam bijvoorbeeld dat hoe het ene departement informatie opslaat toch heel anders kan zijn dan de andere. En zo wezenlijk verschillend zijn die processen niet. En we gaan ook goed kijken naar aan welke voorwaarden moeten de IT-systemen voldoen. Ja. We hebben op de site overigens, RDI is een ondersteunend programma. Hè. Wij helpen rijksonderdelen bij het op orde krijgen van de informatiehuishouding. We hebben wel een overzicht van waar je systemen aan moet voldoen. Maar dat kunnen we eigenlijk veel beter maken. Dus voor ons is het ook weer een start. Maar alle organisaties binnen de Rijksdienst wordt gevraagd om zelf nu ook aan de slag te gaan. En gelukkig doen veel dat ook nu. Ja, ik zal straks ophouden hoor, met de vergelijking met de reis. Maar er werd al wel gezegd van, nou, het was allemaal wel moeizaam de afgelopen periode. Er is ook wat een en ander fout gegaan. Ging niet zo snel. Nu wordt er heel veel gas gegeven. Heel veel geld ook aan uitgegeven. Ja. Mensen moeten nu ook echt snel in actie komen. Zou je kunnen zeggen dat er nu overgestapt wordt van de stoptrein op de hoge snelheidslijn? Ja, ik weet niet of dat nou heel succesvol gegaan is overal. Maar ik hou die vergelijking er wel even in. Ja. Met volle vaart vooruit. En het is een ontzettende erkenning van het vakgebied en ook van de problematiek dat er nu ook eindelijk extra geld voor ter beschikking is gekomen. Daar zijn we echt heel blij mee. Ja, zullen we de actielijnen even langs lopen? Laten we dat doen. Dit zijn ze allemaal. We hebben ze net, we staan ook achter ons, met de actielijnen. Ja. Laten we beginnen met de eerste. Ik denk dat we ze nu niet allemaal achter elkaar op hoeven te sommen. Maar we gaan gewoon eventjes inzoomen op die eerste. De visie op de informatieprofessional. Ja, en dat is in het rapport is dat ook een omslag. Dus je krijgt eerst die analyse, wat is er allemaal misgegaan. En dan begint elk hoofdstuk, dat was een idee van iemand bij ons in de werkgroep, met een visie. Mm-hmm. En de eerste visie gaat over die informatieprofessional informatiehuishouding. En de visie die wij hebben binnen de Rijksdienst is dat er voldoende en goed opgeleide professionals beschikbaar zijn voor het inrichten en uitvoeren van informatiebeheer. Dus wat we vragen aan alle organisaties is, kijk daar nog eens goed naar. Heb je die mensen in huis? We snappen dat je ze ook niet à la minuut in huis kunt halen. Maar maak er een plan voor om te komen tot die goede professionals in je informatiehuishouding. Als je een kleine organisatie bent, of dan kun je dat ook op een andere manier organiseren. Daar hebben we shared service organisaties voor. Maar kijk hier wel naar. Dit is een wezenlijk onderdeel als je de informatiehuishouding op orde wil krijgen. Deze mensen hebben we hard nodig. Ja, werd net ook in de analyse gezegd door Marens en Olaf, dat ook de vraag, volgens mij was het bijna de eerste vraag die zij opwierpen, van, maar waar zijn die informatieprofessionals gebleven? Die zijn inderdaad voor een heel groot deel wegbezuinigd. En ik denk dat het vakgebied zelf, er was ook nauwelijks geld en aandacht voor, dat ook te lijden heeft gehad. Ze zijn er wel. Er zijn organisaties en beroepsverenigingen en daar werken we gelukkig nu ook steeds meer mee samen. Dus die mensen zijn er wel, die worden ook dagelijks opgeleid. Samenwerken met hogescholen en wetenschappelijke instituten hebben we natuurlijk ook. Dus ze zijn er wel, maar we moeten ze ook naar binnen halen en een prominente plek geven in onze organisatie. Dus dit rapport is echt de erkenning voor het vakgebied. Ja, ik zie ook wat vragen via de chat binnenkomen. Bijvoorbeeld van Peter Kroeskamp. Die zegt, gezien de korte termijn voor oplevering van die plannen, hè, die 1 juli is al genoemd, en schaarste van de informatieprofessionals, hoe gaan we om met verschillende overheidsorganisaties die uit dezelfde vijver van externe, tussen haakjes, specialisten
vissen. Dus eigenlijk, hoe zorg je ervoor dat iedereen goed bedeeld wordt en dat het niet een enorme concurrentieslag wordt, het net ook al even. Ja. Dat begon eigenlijk al op die twee krukken. Die een zei, wij willen wat. En de ander zei, wij willen ook wat. Hoe zorg je ervoor dat iedereen goed bediend wordt? Is eigenlijk, denk ik, de achterliggende vraag. Nou, Peter heeft natuurlijk helemaal gelijk, want op dit moment wordt ontzettend veel gevraagd aan nieuwe professionals en... Er zijn er gelukkig ook heel veel, maar er hoort wel strategisch personeelsbeleid bij. Dus dat is ook een van de acties die we opgenomen hebben in het actieplan. Ja, voor 1 juli zijn ze natuurlijk niet allemaal. Er zijn er wel veel, gelukkig. Daarnaast, en daar hebben we volgende week een aftrap voor, hebben we de e-interimmers en allerlei adviesfuncties binnen de Rijksdienst bereid gevonden om zichzelf te... omscholen klinkt een beetje, maar in ieder geval bij te scholen op dit vakgebied. Dus dat gaan we ook doen. Dat is volgende week beginnen we met de eerste sessie. Zodat iedereen die in deze wereld rondloopt, nog eens een keer even helemaal door de wasstraat gehaald wordt. Dat je ook als adviseur hier goed terecht kan. Dus we maken zoveel mogelijk gebruik van het potentieel wat we hebben binnen de eerste sessie. En dan is dat misschien ook al wel een gedeelte op de antwoord van de vraag die ik hier ook nog zie via de chat. Kan hier in de werving en selectie van nieuwe mensen gezamenlijk opgetrokken worden? Ik denk dat dat ook wel moet. Ja. Ik denk dat dat ook moet. En dat is ook wat we bedoelden met een strategisch personeelsbeleid. Ik zet hem bovenaan de lijst. Ja. Goed punt. Oké, hartelijk dank. Delen van kennis en ervaring lijkt mij een succesfactor hier, zegt Ariaan op de chat. Ook om te komen tot 1 lijn in de plannen. Ja. Zijn er al ideeën om dit te faciliteren? Ja, zeker. Dus we hebben, maar dat gaat eigenlijk op de plannen eigenlijk al in. Er zijn de komende periode een aantal bijeenkomsten ook gepland. Ook vrij toegankelijk voor iedereen die met het onderwerp bezig is. Waar we ook de voorlopers, overigens straks in het programma zit ook een voorloper. Maar waar we de informatie ook actief gaan delen. Want daar heb je uiteindelijk toch het meeste aan om te leren van anderen. Ja, goed. Dank. We waren bezig met dat eerste actiepunt. Heb jij daar nog wat aan toe te voegen? Wil je daar nog wat over zeggen? Of? Nou, ik ben er vooral heel blij mee. Mm-hmm. Want je zag eigenlijk ook wel de passie bij Marens en Olaf voor dit onderwerp. Maar het is zo'n ontzettend mooi vakgebied. Ja. Dus ik ben er heel blij. Daarom staat hij met stip op 1. Ja. Maar de tweede visie, die hoort bij dezelfde actielijn. Ik weet niet of we die in beeld kunnen krijgen. Want dat gaat over de Rijksmedewerker. Dus in de analyse zagen we dat de afgelopen jaren vanuit is gegaan dat die Rijksmedewerker ook wel informatiehuishouding kon. En informatiebeveiliging en AVG. Je moet alles kunnen naast je eigen werk. Nou, dat blijkt toch heel kwetsbaar te zijn. Het is best een ingewikkeld vraagstuk. Maar de visie die we hebben op de Rijksmedewerker, en daar voorziet het plan ook wel in, is dat individuele ambtenaren zich verantwoordelijk weten en voelen voor hun eigen bijdrage aan goede informatiehuishouding. Mm-hmm. Dus dat parallel hieraan, dat is misschien ook wel goed om te vertellen, informatiehuishouding is eigenlijk alles onder de motorkap, zeg ik wel eens. Maar er komen aangepaste WOP-instructies, er komt een nieuwe beleidslijn over hoe communiceren we met de Kamer, hoe gaan we om met beleidsopvattingen. Dat komt er ook allemaal, dat zit in de informatieverstrekkingskant. En daar gaan we een cultuurprogramma met ambtelijk vakmanschap ook starten. Dat is ook rond de AVG overigens gedaan. Dat individuele ambtenaren gewoon weten wat hun bijdrage daar dan ook aan kan zijn. Je hoeft niet... Het begint uiteindelijk wel met jezelf. Dat je ziet dat het onderdeel van je werk is om gewoon netjes met je informatie om te gaan. En daar zo open en transparant mogelijk in te zijn. En veilig. En rekening voor privacy. Dus het generiek actieplan ziet hier ook op. Maar wat we aan organisaties zelf ook vragen is, ontwikkel ook je eigen visie op je eigen medewerker. In je eigen organisatie. Hoe zij bij kunnen dragen aan dit onderwerp. Ja. En daarom is actielijn 1 in 2 visies uiteengevallen. Ja, en dat komt eigenlijk ook neer van zorg dat je voldoende mensen hebt, zorg dat je visie hebt, maar ook wel dat je de mensen die kennis hebben ook echt heel serieus neemt in je organisatie. Ja, nou dat zou al heel fijn zijn. Ja. Dank. Kunnen we naar het volgende onderwerp? Ja, de tweede actielijn. Werkprocessen. Ja, dat heet dan werkprocessen, maar in de analyse staat dat de informatie nogal gegroeid is. We hebben vele dragers van informatie, vele vormen van informatie.
En het is nodig dat je ook in je eigen organisatie inventariseert welke informatie je überhaupt hebt. In welke systemen zit die informatie. En nou, dat staat eigenlijk ook in deze visie. Je moet als organisatie duidelijk hebben welke informatie bewaard moet blijven en duurzaam toegankelijk moet zijn en ook voor hoe lang. Ja. Dus kijk ook goed naar je eigen organisatie en breng dit goed in kaart. Ja, ja. Daar ging het net ook al even over. Hè. Kun je daar een soort van landelijke blauwdruk eigenlijk voor ontwikkelen? Ja. Want ja, wat moet je nou bewaren en wat moet je nou niet bewaren? Maar wat is jouw advies vanuit dat programma ook? Hoe moet je daarmee omgaan? Hebben jullie daar ook ja, inderdaad een soort van richtlijnen voor? Dit is een van die onderdelen, die gaan we nog wel rijksbreed verder uitwerken. Kijk, zoals net ook al gezegd, voor financiële systemen en voor wet en regelgeving hebben we het als Rijksdienst prima gedefinieerd. En als het gaat om beleidsprocessen en uitvoeringsprocessen, dan... Ja, iemand zei van de week, vroeger had je zo'n handboek administratieve processen binnen de Rijksdienst. En dat is er eigenlijk niet meer. Toch zijn er dingen die je echt wel generiek kunt regelen. En dus dat hebben we ook op ons genomen, dat gaan we nu wel doen. Daarnaast blijft iedere organisatie natuurlijk ook echt anders en specifiek. Maar een aantal dingen gaan we wel generiek maken. Ja. Dus ik zit een beetje tussen de beide heren in wat dat betreft. Aan de ene kant snap ik die eigen verantwoordelijkheid. Maar aan de andere kant, het is toch ook wel lastig uit te leggen. Dat zag je ook bij die POC. Waarom het nou zo verschrikkelijk anders is tussen de ene organisatie en de andere. Dat kan, maar dat moet je dan wel uitleggen. Dit gaat ook over dat je zelf als organisatie zicht hebt op je informatie. Dus weet hoeveel... Wij hebben wel eens landelijk uitgerekend dat 80% van de cruciale informatie zit in e-mails. Mm-hmm. Is dat bij jouw organisatie ook zo? Hoeveel zit er eigenlijk in je systeem? Hoeveel is beheerd en hoeveel is onbeheerd? Dat is eigenlijk de oproep in deze actielijn. Ja, maar dat is ook wel een hele grote klus misschien, hè, voor organisaties die dat allemaal niet zo nauwkeurig hebben bijgehouden. Want als ik mijn e-mailbox bekijk, nou, als ik allemaal uit moet gaan zoeken wat handig is voor werkprocessen voor de hele organisatie, dat is nogal wat. Ja, nou, begint er al mee dat je weet dat ook je e-mailbox of welke drager je ook gebruikt van belang is. Daar begint het al mee. Dus we hebben ook een handreiking, die kun je ook bij ons op de site vinden, informatiehuishouding.nl, over hoe je dat zou kunnen doen. Voor de Rijksdienst geldt overigens dat we de afspraak gemaakt hebben voor de bestuursdepartementen dat voor eind 2021 sowieso alle e-mails bewaard blijven. In ieder geval de eerste 10 jaar en daarna van, zoals wij noemen, sleutelfunctionarissen overgedragen worden. En we vragen medewerkers om hun privémail uit te zonderen van bewaring in een privémap. Dus daar hebben, dat is geen leuke, charmante oplossing. Dat ben ik met iedereen eens. Maar we hebben ook uitgerekend dat als iedere e-mail, als jij dat testje elke keer moet doen, van is deze e-mail belangrijk voor dit dossier, of kan dat straks belangrijk zijn voor, daar ben je ook niet altijd van bewust, dan hebben we 3500 extra ambtenaren rijksbreed nodig. Ja. Daar, dat geld willen we ook liever ook weer aan andere dingen uitgeven als de Rijksoverheid. Maar het begint met bewustwording. Ja, ja, ook je e-mails doen ertoe. En discipline? En discipline, ja. Ja. Zowel voor het individu als voor de organisatie. Dat is ook met je eigen huishouding. Dat, en gelukkig is dat ook zo dat we hebben er vorig jaar onderzoek naar gedaan, dat de meeste mensen dat binnen de Rijksdienst ook helemaal geen probleem vinden om die discipline op te brengen. Nee. Er is eigenlijk maar een hele kleine groep die dat moeilijk vindt. Maar de rest vindt het eigenlijk ook wel gewoon onderdeel van het werk. Ja, ja. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, ja, moet ik nu opeens mijn e-mail in gaan leveren bij mijn baas? Bij je baas inleveren. Ja. En je bent ambtenaar en als je relevante informatie deelt, dan hoor je dat gewoon netjes te bewaren. Ja. Je moet altijd ergens verantwoording over af kunnen leggen. En je moet integer handelen. Je moet rekening houden met privacy. Ja, dat hoort bij ons vak. Ja. Want wat is nou, om even over dat voorbeeld van die e-mail te gaan. Hè? Wat is dan de toegevoegde waarde van het gedisciplineerd, bewust... nou ja, zeg maar, verzamelen, bijhouden, registreren, archiveren misschien van e-mails. Wat heeft de informatiehuishouding daar uiteindelijk heel concreet aan? Nou, als er informatie... Stel, er komt een WOP-verzoek binnen. Mm-hmm. Dan is ook de informatie die wij gedeeld hebben in e-mail, moet je kunnen opleveren. Ja.
En nou, dat begint ermee dat je al bewust bent dat dat zo is. Want jij zegt het inleveren bij je baas, maar dat is niet zo. Het is niet zo dat we, als we e-mails bewaren, dat iedereen overal bij jouw e-mails kan. Nee, het gaat even over het sentiment wat op, bij mensen ja, maar het omgekeerde sentiment. Als je zoveel relevante informatie in e-mails hebt, dan moet je ook zorgen dat je ze netjes bewaart. Mm-hmm. En gelukkig willen de meeste mensen dat ook. Alleen, we zijn ons er niet altijd van bewust. Mm-hmm. Dus dat is, en als dat hebben we voor de kerndepartementen, bestuursdepartementen in ieder geval afgesproken met de Tweede Kamer. We bewaren ze in ieder geval 10 jaar allemaal. En na 10 jaar, dan worden ze ook voor een belangrijk deel weggegooid. Want ja, het meeste is natuurlijk ook helemaal niet relevant. Ja. Maar dit is de actielijn en dit is precies de discussie die je in je eigen organisatie natuurlijk ook gewoon moet hebben. Ja, ik heb een vraag binnengekregen. Van Kira, of wij hebben een vraag binnengekregen. Ik mis een risicogestuurde prioritering. Nu worden een groot aantal acties voorgesteld. Ik kan me niet voorstellen dat deze evenveel prioriteit hebben. Er staat nog heel wat onder, maar zou je daar eens op willen reflecteren? Ja, we zijn nu bij actielijn 2, we hebben er gewoon 2 te gaan. Ja. Nee, het is veel. En wij hebben als vanuit de werkgroep niet gezegd, dit moet je eerst doen en dat moet je dan doen. We hebben wel een nulmeting voorbereid die je kunt gebruiken ervoor. Er ligt overigens ook voor de Rijksdienst per organisatie een inspectierapport, daar kun je ook naar kijken. Maar het is juist de bedoeling dat je naar je eigen organisatie kijkt en bedenkt van welke prioriteiten, welke risico's lopen wij, wat hebben we wel en wat hebben we niet op orde. Ja. En bijvoorbeeld, maar dat is de volgende actielijn, als ik daar al naartoe mag. Want dat is informatiesystemen. Die informatiesystemen, ja, dat zal denk ik in de meeste gevallen niet het eerste zijn wat mensen oppikken of wat organisaties oppikken. Hij is wel cruciaal. We vragen om in je plannen deze 4 allemaal door te nemen en daar je visie, je eigen visie ook op te ontwikkelen en ook te bekijken wat moet bij ons nu eerst gebeuren. Ja. De informatiesystemen, dat hebben we net al gezien, daar is de afgelopen 10, 15 jaar van alles mee gebeurd, maar volgens de inspectierapporten niet het goede. Dus we hebben helaas niet informatiesystemen binnen de Rijksdienst, over het algemeen, die medewerkers en organisaties optimaal ondersteunen. En daarom hebben we deze visie, daar begint het hoofdstuk mee. Wij vinden wel dat we binnen de Rijksdienst recht hebben op informatiesystemen die organisaties en medewerkers ondersteunen bij het optimaal houden van de informatiehuishouding. Mm-hmm. Dit wordt een hele grote opgave. Ja. Ja. Want waarom is dit nu juist zo ongelooflijk complex? Misschien hoeft het niet zo complex te zijn, maar er zijn vreselijk veel verschillende informatiesystemen binnen de Rijksdienst. En die blijken dus, dat werd net ook al gezegd, ook al moeilijk met elkaar te kunnen communiceren. Ze zijn ook lang niet allemaal even gebruiksvriendelijk. Je moet in een aantal gevallen wel echt heel graag je informatie heel goed willen bewaren. Ja. Je moet heel erg je best doen. Ja. Dus dat zou echt wel een stuk makkelijker kunnen. En die systemen, dat geloven we ook, want je ziet de markt gelukkig ook goed meebewegen. Die zijn er ook wel. Maar we hebben het binnen de Rijksdienst, niet vergeten, over 120.000 medewerkers. Dus een enorme organisatie. En elke organisatie heeft toch ook weer een eigen systeem ingevoerd. En dat was onder grote financiële druk. Ja. Dat moeten we ook niet vergeten. En dit is dus wel de kans om met name op dit gebied, alles is belangrijk, maar op dit gebied echt hele grote slagen te gaan maken. Ja, ja. En, dit is een visie, een wens, misschien wel een vereiste. Hangt er een beetje vanaf hoe je dat allemaal formuleert. Maar deze visie, hè, wanneer zou die wat jou betreft dan ook echt werkelijkheid moeten zijn? Want we hadden het net al over, dat kan over jaren gaan. Het is niet van vandaag op morgen opgelost. Maar wanneer is dit concreet wat jou betreft? Nou, sommige organisaties zijn nu al toe aan het herzien van hun informatiesystemen. Een aantal anderen zijn al bezig om te kijken, kunnen we toch niet wat meer naar één systeem toe of wat meer koppelingen aanbrengen tussen systemen. Dus dit is niet helemaal nieuw natuurlijk. Nee. Dus een aantal zullen eerder aan de beurt zijn en een aantal zitten met systemen die nog afgeschreven moeten worden. Of misschien waar ook wel verbeterslagen in mogelijk zijn, hè, want dat kan ook. Mm-hmm. Het actieplan zelf en de financiering hebben we in ieder geval tot en met 2026. Maar daarmee wil ik niet zeggen dat je dan tot laatst moet wachten. Want dit is inderdaad alles is belangrijk, maar deze is toch wel echt een doorn in het oog, denk ik, van heel veel mensen.
Zullen we naar de laatste gaan? De laatste, ja. Dat is sturing en naleving. Ja, dus de, wat we ook zien, het voorbeeld van de financiële processen is een goed voorbeeld. Dus we hebben binnen de Rijksdienst hebben we altijd gezegd, binnen 30 dagen moeten de rekeningen betaald worden. Mensen moeten niet wachten op hun geld. Daar is op gestuurd, daar zijn informatiesystemen op ingericht. En bij de informatiehuishouding, dus de informatieverzoeken, is dat helaas niet overal is daarop gestuurd. Mm-hmm. Dus het laatste hoofdstuk gaat over de visie op sturing en naleving. En het gaat over overzicht en inzicht. Dus we vinden dat eigenlijk elke organisatie overzicht moet hebben over de informatiebehoefte. Hoeveel BOP-verzoeken heb je, hoe lang doe je erover, waar hebben mensen behoefte aan als het gaat om actieve openbaarmaking. Dat zit in het laatste stuk en leeft dat ook na? Ja. Ja. Dus waar wij ook mee gaan komen is een... je hebt ook wat Rijksbeter ICT-dashboard, maar laten we als Rijksbeter ook gewoon open en transparant over zijn. En ook kijken naar de goede voorbeelden. Ja. Maar het begint met sturing op informatiehuishouding. En het staat er terecht bij informatievoorziening. Dat ja. Verstrekking hoort daarbij. Maar dit is, hoort in de top van de organisatie. En dat zien we gelukkig nu ook. Dit moet echt... hier moet heel hard op gestuurd worden en nageleefd en gevoeld. En gelukkig, ja, dat is inmiddels wel gebeurd. Ja, wordt die urgentie echt ook doorleefd? Ja, die wordt doorleefd. Ja, ja. Ja. De boodschap is aangekomen. Ja. Waar merk je dat aan? Nou ja, we hebben regelmatig nu sessies over wat gaan we doen. En dan zie je dat heel veel organisaties al aan de slag zijn, gelukkig. Mm-hmm. Dus die parlementaire ondervragingscommissie die heeft er echt ingehakt. We zijn als Rijksdienst erg geschrokken. En veel organisaties vragen zich af, had ons dat ook kunnen overkomen? Of krijgen wij dat ook op een gegeven moment? Dus die, ja, het is ontzettend naar dat dit de aanleiding is geweest, maar ik zie dat overal om me heen. Ja. En het feit dat er extra geld voor ter beschikking is gekomen, dat is... En dat we nu opeens zoveel collega's hebben die zich met dit onderwerp bezighouden, dat geeft ook aan dat dit onderwerp gelukkig volop in de belangstelling staat. Ja, ja. Het is stap voor stap op weg naar aanleiding van deze actielijnen. Maar er moet ook al wat geproduceerd worden binnenkort. Hè? Die data van 1 juli is al een paar keer genoemd ook. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat sommigen misschien denken dat het een soort van zwaard van Damocles is. Of dat ze denken van, nu raak ik in de stress. Maar kun jij schetsen wat er voor 1 juli verwacht wordt? Ja, ik ga daar niks aan afdoen. Die 1 juli is belangrijk. Ja. We hebben aan de Tweede Kamer toegezegd, we moesten ook voor 1 april een generiek actieplan hebben. Nou, dat was ook stress, dat hebben we ook gedaan. Organisaties kunnen dit binnen de Rijksdienst. En 1 juli is belangrijk, dan hoort je eigen actieplan te liggen langs deze 4 lijnen. Ook omdat de financiering van alles, de verbeteracties die je van plan bent in gang te zetten, dus die 780 miljoen, is gekoppeld aan dat je dit zelf als organisatie ook gedaan hebt. Dus als je geen geld nodig hebt, omdat je zegt, nou, wij hebben dat geld en we hebben die capaciteit, we hebben allemaal in huis, prima, maar als dat niet zo is, dan zou ik zeggen, doe het voor 1 juli. Mm-hmm. En we doen er alles aan, ook vanuit ons programma, om dat te ondersteunen. Openoporde.nl, informatiehuishouding, bijeenkomst. We doen van alles, we delen. Maar dit moet echt gebeuren. Ja, zij is streng. Ik kan ook heel streng zijn. Hartelijk dank tot zover. We hebben de actielijnen doorgenomen. Het is nu ook aan de organisaties om dat op te pakken. Uiteraard is er voor ondersteuning, maar daar komen we straks aan het einde ook nog wel op terug. Zijn er nog allerlei mogelijkheden vanuit jullie programma? Je had het net ook over voorbeelden. En voor mensen die daar al mee bezig zijn, organisaties die daar mee bezig zijn. En ook dat we daar nog een voorbeeld van laten zien en laten horen. En ik denk dat je doelde op Gerben. Absoluut. Ja, Gerben Kleine mag gaan zitten. Kijk, want Gerben is coördinerend specialistisch adviseur informatiehuishouding bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ik loop eventjes naar de kruk. En dan gaan we eens even kijken. Dan gaan we de praktijk in. Dan gaan we naar de actie. We gaan in actie. We gaan in actie. Ja. Gerben, maar allereerst eventjes de vraag.
dat actieplan, in hoeverre ben jij daarbij betrokken geweest? Wat is jouw rol geweest? De directe rol zeg maar, bij het actieplan. In eerste instantie was ik betrokken bij, zeg maar, bij het schrijven van de kabinetsreactie op de zijlijn. En vervolgens is dat eigenlijk heel natuurlijk doorgerold in het schrijven van het actieplan. En mijn rol was met name eigenlijk de vertegenwoordiging vanuit een van de departementen. Zeg maar. Mijn rol was daarbij vooral scherp zijn op de uitvoerbaarheid van het plan. Ja. Dus wat is de impact van een dergelijk plan voor een ministerie als ministerie van Justitie en Veiligheid, waar ik werk. Ja. Dat heeft mij in ieder geval bezig gehouden in die periode. Dat was vooral ook kijken naar de concretisering van het, de mogelijkheden om het te concretiseren van het interdepartementale actieplan naar het departementale JNV-plan, wat dan nu ook verwacht wordt. Ja. Dus wat heb je dan nodig om die vertaalslag te maken? Ja. Daar heb ik me, juist op dat schrijfvlak heb ik mij ingezet. Ja, je moest generiek meedenken en meeschrijven. Ja. Vanuit je deskundigheid, vanuit die informatiehuishouding. Deskundigheid noem ik het maar even voor het gemak. En dan is dat de generieke plannen. En dan kom je bij je collega's van JNV. En wat zeiden die ervan? Hoe is het geland? Hoe is het geland, plan? Ja. Nou ja, Jacqueline die maakte net al een beetje de opmerking dat zeg maar, het rapport Ongekend Onrecht en alles wat de ondervragingscommissie destijds natuurlijk boven water heeft gehaald, dat ook binnen Justitie en Veiligheid al enorm leeft. Dus op zich hoef je niet zeg maar, daar de basis van te leggen, of je hoeft niet uit te leggen wat het belang is van het onderwerp. Nee, ook omdat het ministerie ook nog wel eens in het nieuws is gekomen. Het werd net ook genoemd, een bonnetje. Het is niet zo dat het ministerie daar nooit mee in aanraking is gekomen, zou ik maar zeggen. Nee, dat klopt. En we hebben natuurlijk, het is een ministerie waar veel zaken bij elkaar komen, ook vanuit de samenleving, en waar veel speelt. En het bonnetje is inderdaad genoemd. We hebben naar aanleiding van een aantal van dat soort incidenten en een aantal van dat soort casuïstiek hebben we met elkaar nagedacht van hoe kunnen we dat nou verbeteren? Hoe kunnen we nou aandacht krijgen voor het onderwerp informatiehuishouding binnen het departement? En we zijn een aantal jaren geleden gestart met een groot verbeterprogramma. Programma Stukken Beter heette dat. Eigenlijk hebben we daarmee in de afgelopen jaren de voorzet gedaan voor wat we nu op grotere schaal kunnen doen. En dat we nu ook kunnen eigenlijk een mooi vervolg kunnen geven met de middelen die daarbij ter beschikking zijn gesteld. Ja, dus jullie waren al wakker geschud in een eerdere fase? Wakker geschud en ook al gestart. Dus we zijn ook gestart met het afstoffen van het onderwerp. Zorgen dat het op de bestuurlijke agenda kwam. We hebben wel eens met elkaar verzucht van eigenlijk zou het wat meer op de bestuurlijke agenda mogen staan, informatiehuishouding. We hebben afgelopen weken hebben we vooral ook wel verzucht van misschien had dat ook wel een tandje minder gekund. Maar dat is best wel aanpoten om te zorgen van hoe krijg je nou zo'n interdepartementaal actieplan met een duidelijke deadline, een stevige deadline van 1 juli, ook vertaald naar een JNV-plan. Omdat er binnen JNV natuurlijk, we hebben... Het is een grote organisatie, een complexe organisatie, waarin de verscheidenheid van de Rijksoverheid denk ik gewoon op tafel ligt. Ja, Jacqueline sloot net al wel redelijk, zoals ik het formuleerde, streng af van er moet wel echt wat gebeuren. En misschien kun jij inderdaad vanuit je praktijk en ook omdat je mee hebt geschreven met het generieke actieplan, de kijkers ook wat meer helpen om te zien hoe je daar... vorm en inhoud aan kan geven. Misschien is een van die middelen die als handreiking gezien kunnen worden, we zien het hier al, een schabloon. Ik geloof dat het in het actieplan zelf een format heet, hè, geloof ik. Ja, een format, schabloon. Ik denk dat het vooral een leidraad is van de vertaling van wat er in het actieplan staat naar wat je als departement gaat doen. Ja. Dus eigenlijk als je dan vraagt van hoe geef je daar als uitvoerende organisatie of als ministerie vorm aan, mm-hmm. Dan moet ik vanuit mijn eigen praktijk zeg maar, spreken vanuit justitie. Wat wij gedaan hebben is vanwege die strenge deadline ook gekeken van hoe kunnen we zo snel mogelijk die actie ook daarin teweeg brengen. Dus eigenlijk die deadline daarin ook een leidend principe laten zijn. Dus we hebben afgeteld naar hoe ziet dat dan qua bestuurlijke lijnen eruit. En we hebben een interne deadline gesteld waarin we eigenlijk met een nadrukkelijke extra inzet zeg maar, op die korte tijdlijn de inventarisatie doen. Mm-hmm.
We hebben daar nu een soort mobiel team van gemaakt, een soort vliegende brigade hebben we het maar genoemd, die eigenlijk de organisaties gaat helpen bij het invullen van een schabloon. Ja. Of een format wat eigenlijk aan de linkerkant zeg maar vooral beschrijft. Wat is dan de huidige situatie? Hoe vorm je dat om naar een gewenste situatie? Welke activiteiten moet je daarop plegen? En de risico's en maatregelen die je dan daarin zelf ook al ziet. De rechterkant is met name gefocust op, ik zet het misschien een beetje voor, maar de rechterkant is vooral ook gefocust op de vertaling en de koppeling aan het plan. Mm-hmm. Dus de actielijnen die daarin genoemd zijn, die net toegelicht zijn, komen daar nadrukkelijk aan orde. Dus de koppeling wordt gelegd tussen de activiteiten die je wilt doen binnen je departement met wat er eigenlijk al opgedragen is vanuit het generieke plan. Ja, ja. Daarnaast hebben we natuurlijk de gebruikelijke sturingselementen zoals tijdlijnen en financiering, hebben daar ook een prominente plek gegeven. Zodat we eigenlijk op 1-4 handzaam en met minimale middelen, gezien die deadline en gezien de omvang van de klus, we proberen zo snel mogelijk die inventarisatie te doen, uniformering aan te brengen en in de beschrijving van de projecten. En ook vanuit die optiek ook eigenlijk de sturing mogelijk te gaan maken in de toekomst. Ook door bijvoorbeeld een regeringscommissaris die dan op de inhoud van dit soort initiatieven kan gaan sturen. Ja, dus dit schabloon, dit format, dat kan helpen om scherp te krijgen wat je te doen staat. Hoe je dat gaat betalen en ook welke maatregelen je daar aan kan koppelen. Ja, en het mooie is denk ik dat je binnen justitie komt dat allemaal al heel snel bij elkaar. We hebben natuurlijk een heel aantal organisaties die dit invullen. En die zullen ook ongeveer dezelfde teksten invullen omdat ze vergelijkbare projecten doen. En dat het binnen het Rijk in de breedte dat ook gebeurt. En dat we eigenlijk straks met het schabloon in de achterzak kunnen gaan kijken waar zitten die verbanden, waar zitten de samenwerkingsmogelijkheden. Waar zit het synergievoordeel, ook richting de shared service organisaties? En waar kunnen we met elkaar dat tempo er ook in brengen? Ja, ja. En dat dwingt organisaties ook om heel concreet te worden en de juiste vragen te stellen. Ja, voor wie is dit om in te vullen? Wie kan hier de regie innemen binnen een organisatie? Ik denk dat het, ja, voor JNV verschilt dat al enorm. Dus binnen de actielijn 1 die net geschetst werd, werd al eigenlijk geconstateerd dat we natuurlijk een gebrek hebben aan informatieprofessionals, zullen we zeggen. Dus er zijn in sommige organisaties zijn er ook maar een beperkt aantal mensen die je echt aan kan spreken op dit punt. Wat we binnen JNV georganiseerd hebben, is in ieder geval dat we in elke organisatie een CIO hebben, een Chief Information Officer, die daar nadrukkelijk ook de aandacht in moet geven aan het onderwerp informatiehuishouding. Die zou hier een gesprekspartner bij kunnen zijn. Maar wat we heel snel merken is eigenlijk dat je alle aanpalende gebieden, dus de mensen vanuit de privacy, vanuit architectuur, vanuit de informatiebeveiliging, noem al die gebieden maar op, dat je met elkaar in gesprek moet over welke onderwerpen zijn er nu aan de orde. En hoe plaats je dat nou in het bredere geheel van ons portfolio van het informatieveld? Ja. Dus vanuit de strategie gedacht naar de plannen die we willen maken en hoe doen we dat in gezamenlijkheid? Ja. Ja, en dit is jouw uitvinding? Samen met collega's natuurlijk. Uiteraard. Die daar gewerkt. Absoluut niet aan me toe trekken. Nee. Maar ik denk dat het in de voorbespreking juist ook met elkaar hebben nagedacht over hoe vallen we elkaar zo min mogelijk lastig zeg maar, met de invullijstjes. Dus we hebben het heel compact weten te houden. En vooral ook als een uitgestoken hand naar de verschillende organisaties om te zeggen, ja, we zijn geen inspectie. We zijn geen auditdienst die mee komt kijken over wat jouw projecten nou zijn en hoe het nou gaat. Maar met elkaar kijken van waar heb je nou behoefte aan en waar kunnen we je helpen, ook vanuit de dienstverlenende kant. En als je dit nou hebt ingevuld hè, voor 1 juli, ben je dan klaar voor 1 juli? Is dit zeg maar wat er gevraagd wordt? Nee, er komt nog een heel proces achterweg met samenvattingen. Met eigenlijk de vertaling van wat we nu doen, zeg maar het ophalen van het net, kijken welke activiteiten zijn het. En dat we dan de vertaling maken naar een departementaal plan, met een aantal pilotplannen of satellietplannen eromheen, zeg maar, vanuit de organisaties die dan gekoppeld zijn aan je departement. Mm-hmm. En die dienen we in bij de regeringscommissaris. En dan zullen we moeten kijken hoe we de financiering en de vervolg daaraan kunnen gaan geven. Ja, ja, ik zou straks nog wat willen kijken of je nog een concreet voorbeeld kan geven wat bijvoorbeeld bij jou, hè, het invullen van zo'n format, al op heeft geleverd. Hè. Maar ik zie ook achter jou, en dan moet ik even gaan staan, zie ik ook dat er een vraag is binnengekomen.
En die is van Tom. Ik ga hem even hier staan, want ik kan het anders niet goed zien. In het generieke actieplan staat er bijzondere aandacht voor de uitvoeringsorganisatie, dat die er komt. Waarin komt die in uiting? En worden deze benaderd of apart, denk ik? Deze part staat er, maar apart benaderd? Of komt er een specifieke ondersteuning? Nou, ik kan moeilijk een antwoord geven voor andere departementen, hoe je dat organiseert. Ja, ja. Binnen justitie hebben wij veel uitvoeringsorganisaties. En het is een beetje welke scope je daarin neemt, maar ga eruit van ongeveer 30 van dat soort organisaties die we daarmee bedienen. Vanuit die centrale sturing die we nu aanbrengen, met zo'n vliegende brigade, zeg maar, proberen we juist ook die onderdelen daarin te helpen. Dus we gaan naar ze toe. We hebben een soort elftal aan specialisten bij elkaar gehaald die daarin kunnen helpen. Dat is additionele capaciteit die we dus brengen bij de taakorganisaties. Ja. Die gaan helpen bij het beschrijven van in eerste instantie de schablonen. En in tweede instantie bij het uitwerken van het departementale plan. En in derde instantie zullen ze zelfs ook nog bij kunnen dragen bij het uitvoeren van het plan. Ja, andere vraag die komt. Ik kijk heel even om je heen, hoor. Maar hoe zorg je ervoor dat plannen per departement niet gaan verschillen? Is daar nog ondersteuning bij? Of je moet natuurlijk wel per departement kijken wat er aan de hand is. Maar enorm verschillende aanpakken is misschien ook niet gewenst. Ik denk dat de aanpak wel situationeel aangepakt moet worden, maar dat is ook nu uit de heup schietend. Ja. We krijgen binnen JNV krijgen we natuurlijk al te maken met bijvoorbeeld enorme omvangverschillen. Dus als je de dienst justitiële inrichtingen pakt, dat is een grote organisatie of de politie. Maar we hebben ook hele kleine organisaties die met vergelijkbare onderwerpen aan de gang moeten. Daar zul je toch moeten kijken welke aanpak past daarbij. Ja. Wat denk ik ook wel een deel van de vraag is, als je kijkt naar onderwerpen die we allemaal moeten doen, over e-mailarchivering en over websitearchivering. Eigenlijk daarin, als je daarop inzoomt, dan zal er een heel deel van de oplossing zal vergelijkbaar zijn. Ja. Hoe je dat dan precies implementeert en hoe mensen daarbij geholpen worden bij het daadwerkelijk archiveren van die websites of e-mailvoorraden. Dat zal dan met de departementen zelf afgehandeld worden. En er zijn natuurlijk ook van die actielijnen, het format lichten. Hè? Ja. Er zijn natuurlijk ook gewoon sessies. Je kunt te raden gaan bij de mensen, de schrijvers, zou ik maar zeggen, ja. van het rapport. Dus zo kun je daar ook nog wel weer informatie over krijgen. Denk ik. Nog even terug naar mijn vraag van zojuist. Kun jij concreet vertellen wat het op heeft geleverd? Misschien wel het invullen van het format. Je gaf het net zelf ook een beetje aan. Hè? Het dwingt je eigenlijk om het heel concreet te maken. Mm-hmm. En we hebben, we staan natuurlijk nog aan de vooravond. Hè? We zijn gestart met het invullen. En we zijn de ervaring daarin aan het opdoen. Wat ik zie is dat het in ieder geval discussies op scherp zet. Dat mensen echt aan de gang moeten met het invullen van wat is dan je beoogde aanpak? Waar wil je naartoe? Wat is je ambitie? Wanneer ga je dat dan plannen? Wat mag het kosten binnen je departement? Die discussie is al heel erg waardevol. We hebben dat bijvoorbeeld ook gezien bij, ik noem het voorbeeld e-mailarchivering al eventjes. Dat is een van die thema's die je vanuit het programma Digitaal Duurzame Informatiehuishouding hebben die geërfd, zullen we zeggen, als organisatie. Mm-hmm. En die moeten we gaan invullen. En daar moeten we nu concreet ook gaan kijken van hoe gaan we dat dan met de deadlines in het achterhoofd, hoe krijgen we dat dan inderdaad op de weg. Ja, ja. Dank. We gaan aan tafel zitten. Er zijn nog twee stoelen vrij. Want we gaan nog even vragen beantwoorden, napraten. Afronden zo dadelijk. En dat doen we aan tafel met de mede-auteurs van dat Open op Orde. Hoeveel waren er in totaal? Hoeveel mensen hebben er in totaal zeg maar, in die werkgroep meegeschreven zo ongeveer? Mm. Dit is niet de hele werkgroep. Een stuk of 10 of 10, zo. Ja. Het hele verschil. Ook trouwens uitvoeringsorganisatie deed ook mee. Maar eigenlijk hebben we het zo gedaan dat iedereen die mee wilde doen, kon meedoen. Ja. Precies. Nou, laten we zeggen dat we hier met net iets minder dan de helft van die kernwerkgroep dan nog even bij elkaar. Ja, dat was de kernwerkgroep en daaromheen hebben we ook heel veel reviews gedaan. Dus we hebben een document ook met 400 opmerkingen over het actieplan die rijksbreed ook nog zijn ingediend. Dus, ja.
Jullie spreken veel met elkaar, hè? Ook bij het opstellen van, van dat actieplan. Maar hebben jullie nu van elkaar nog iets interessants of nieuws gehoord? Dat je denkt, hey, dat wist ik nog niet. Of hey, daar ga ik nog eens even aan de slag gedurende deze sessie. Nou ja, ik vind het heel belangrijk om van Gerben te horen hoe binnen het ministerie nu een specifiek plan wordt gemaakt. En ik denk dat jullie eigenlijk de afgelopen jaren daar al heel veel, zeg maar, op voorgesorteerd hebben. Maar bij andere departementen zal dat vast wel iets zijn waar nu echt eventjes iedereen denkt van, goh, hoe moet dat? En het moet wel erg snel en zo. Dus die zorg is er denk ik wel. En dat hoor ik jou ook wel een beetje vertellen. Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is dat we ook nu in de fase waar we nu in komen, elkaar natuurlijk ook gewoon nodig hebben. Ik bedoel, we gaan allemaal als organisaties gaan we in verandering. Als ik naar mijn eigen organisatie kijk, de inspectie gaat behoorlijk uitbreiden. Nou, dan ben ik op zoek naar mensen. Nou, dan kan ik dat veel beter doen. Ik zal zelf moeten werven, maar ik kan dat beter doen, dat gewoon samen te doen met de organisatie die ook die slag moeten maken. En dat we wel elkaar gewoon nodig blijven hebben. Dus je hebt nu, zeg maar, een rapport opgeleverd. Maar we zijn nu pas begonnen. Ja. En dat doe je alleen maar door het ook op deze manier te blijven voortzetten. We hebben elkaar ook gewoon nodig. Dus, en het is heel laagdrempelig. En dat is de afgelopen periode ook gebleken. Het is, je schrijft toch wel makkelijk zo met elkaar. Het is voor een groot deel thuis uiteraard, van achter je schermpje. Maar dan nog gaat het wel goed. Ja, precies. Ja. Ik zie een vraag binnen. Ja, precies. Ik wou net zeggen, we zijn hier om vragen ook te beantwoorden. Die stromen nu binnen. Ik begin gewoon bij de bovenste. En deze is aan Gerben, deze vraag. Gaat over de vliegende brigade waar je net op die krukken over sprak. Hoe groot is jullie centrale team? Hoe groot is die vliegende brigade? Inclusief de vliegende brigade wordt er gevraagd. We hebben de afgelopen weken zijn we druk bezig geweest eigenlijk naar de vertaling van hoe pakken we dit nou aan? Terugrekenen in de tijd. En we hebben daar gezegd van eigenlijk zou je hier een soort elftal, een soort noem het een eredivisie elftal neer moeten zetten die wedstrijd ook aan kan, zeg maar. Nou, we hebben gedacht als we daar nog een reservespeler aan toe kennen, zeg maar, dan hebben we er 12 nodig. Mm-hmm. Dus er zitten nu 12 mensen, zeg maar, in dat kernteam die bezig zijn met de inventarisatie daadwerkelijk binnen JNV. Daaromheen zit er natuurlijk een enorm groep mensen die al betrokken zijn vanuit ons adviesportaal, zoals wij dat hebben neergezet in de tijd van Stukken Beter. Ik denk dan inderdaad ook al, wat Marens ook net aangeeft, dat we als justitie zijnde ook al een aantal stappen daarin hebben kunnen zetten de afgelopen tijd, die nu randvoorwaardelijk zullen zijn voor het snel optrekken. Maar het directe kernteam is 12 consultants, zullen we zeggen. En daaromheen zit natuurlijk nog een schil met programmamanagers en dat soort. Dus er zijn 12 mensen bezig om dit voor elkaar te krijgen, of in ieder geval ook die deadline van 1 juli te halen. Kun je het zo vertalen of niet? 12 mensen bezig met het ophalen van het net. Ja. En er zijn een heleboel mensen bezig met allemaal dingen in dat net te stoppen. Ja. Ja. Een vraag, als een organisatie voldoende budget heeft, hoeft het dan ook geen actieplan in te dienen? Vind ik een ontzettend leuke vraag, vind ik dat eigenlijk. Ja. Daar spreekt een soort van verwachting uit. Als je een zakje geld hebt, dan verdampen de problemen vanzelf. Volgens mij is ook niet het geld zozeer de trigger. Ja, dat is natuurlijk een enorm. Dat is wel ontzettend fijn dat het geld er is. Maar het actieplan dien je in op het moment dat je een opgave hebt. Ja. Dat is eigenlijk. En als er iemand is die zegt, nou, maar bij ons is het volkomen op orde, dan wil ik die ook graag. Nou, dan komen we aan ons langs. Dus ja, dan komen we. Uit Olafs inspectie dat gekomen is. Dus echt kijken of het echt op orde is. Want dat is natuurlijk ook juist. Maar dat is ook wel een vraag die hier misschien nog wel achterweg komt. Maar dat is een beetje flauw om er zo op te reageren. Ik denk dat de bedoeling van die vraag is van, er worden nu allerlei formats gevraagd om inderdaad die middelen ook te krijgen. Ja. En misschien heeft deze vraagstelling wel het idee van, wij hebben gewoon al voldoende budget. Dus we hebben die extra middelen niet nodig en hoeven dus ook dat format niet in te vullen. Bij heel veel onderdelen bij ons zie je dat er al projecten aan de gang waren, of dat er beoogde projecten waren. Dat er ook al reserveringen werden gedaan voor de verbeterde operaties, zullen we zeggen. Wat we daarvan zien is dat er dat het altijd vanuit een schaarste is, zeg maar. Dus je eigenlijk vanuit een beperkte hoeveelheid geld dat moet vormgeven. En dat ook invloed heeft op de kwaliteit, de scope, de snelheid die je daarin kan maken. Dus wat volgens mij met open en op orde beogen te doen, is dat we juist die versnelling daarin en die verbeteropties daarin naar voren brengen. Dus niet zozeer het doorontwikkelen van wat we al hadden, zeg maar. Dat is een beetje de vernieuwing erin te brengen. En daar zul je ook wat extra geld bij
Maar het omgekeerde is in ieder geval waar. Dat als je geen plan hebt, dan kun je ook niet in aanmerking komen voor het geld. Nee, dat precies. Is eigenlijk het is meer andersom. En in principe hebben we wel aangegeven dat als er problemen zijn, en die zijn er volgens mij rijksbreed, dan is het wel de bedoeling dat je voor 1 juli een actieplan inlevert. Ja. Maar dan vraagt iemand waarom op zo'n korte termijn? Ja. Want het is zo snel, 1 juli. Ja. Ja, daar zaten wij ook mee, want wij moesten voor 1 april een actieplan opleveren. En dat kan ook alleen maar als je dat daar volledige aandacht aan geeft en de juiste mensen bij elkaar hebt. Ik heb wel ooit eens gehoord, dat vond ik wel een wijze les, als iets in korte tijd niet lukt, lukt het vaak in langere tijd ook niet. Mm-hmm. Het hoeft niet af te zijn. Hè? Nee. Het is eigenlijk vooral dat je een start maakt langs die 4 actielijnen. Maar die deadline is denk ik zo, die is politiek gekozen. Mm-hmm. Dat is door het kabinet gezegd. En dat geeft denk ik vooral de mate van de urgentie voor het onderwerp aan. Ja, maar ik proef ook wel een beetje in die vragen dat er ook wel dan achter zit van ja, moeten we opeens keihard gaan lopen? Hè? We hadden het er eerder over, staan we min of meer, en ik chargeer enorm hoor, maar even voor het gemak, zijn we min of meer jaren stil. En nu opeens moeten we, omdat de politiek het wil, keihard gaan rennen. Dat is ook ernstig genoeg. Ja, maar het is niet alleen omdat de politiek het ook wil. Hè. Dit speelt natuurlijk al heel erg lang. Hè. Marens en ik hebben het ook al, toen we net met elkaar in gesprek waren, 15 jaar geleden constateerden we het ook eigenlijk dat het niet op orde was. En nu weer. Hè. Dus je kan zeggen, nou ja, weet je wat, we laten het weer lopen. Maar die urgentie is er natuurlijk al heel lang. Alleen de urgentie is nu wat sterker geworden, omdat er gewoon mensen nu tussen wal en schip zijn gekomen. Uh-huh. Misschien was 15 jaar geleden was er ook wel veel aan de hand, maar dat was minder zichtbaar. Ja. En nu hebben we gewoon een probleem dat burgers geraakt worden. Ja. En kijk, als we het dan niet serieus nemen, wanneer dan wel als overheid? Ja. Dus daar zit voor mij echt wel een hele belangrijk verschil. En ook die urgentie, ja, dan moeten we echt met z'n allen aan de bak. Ja. En dat kost tijd uiteraard, maar we moeten wel snel beginnen, want er is wel een hoop te doen. Ja, echt een wake-up call. En de democratie ook. Ja. Dat zijn echt wezenlijke vragen over hoe open en transparant zijn we eigenlijk. Het zijn serieuze vraagstukken. Ja. Nou ja, precies. En daarom is het ook niet alleen een technische operatie. Nee. Want er zit natuurlijk ook een soort cultuurvraagstuk zit eronder. En ik denk dat het ook, eigenlijk als je met informatie bezig bent, dan kom je vanzelf ook aan dat soort thema's kom je terecht. Van wat vind je nou geschikt om openbaar te maken? Hoe actief wil je daarmee zijn? Ja. Ja. Hoe makkelijk maak je het voor anderen om dat ook te vinden? En dat zijn ook dingen waar je in je eigen communicatie dan rekening mee houdt. Dus, Ja, de vraag die loopt nog even door. Want die zegt van nou, als je de indiener die zegt, ja, waarom moet het zo snel? Want dit levert nu plannen met wisselende kwaliteit, met als focus het veiligstellen van geld. Ja, dat snap ik wel. Ja. Dat zit er ook natuurlijk in. En uiteraard, maar goed, er zijn ook organisaties die zeggen, nou, ik heb het geld dus niet nodig, want ik ga het gewoon zelf doen. Uh-huh. En natuurlijk, als er geld is, dan zullen er ook veel organisaties ook best daar interesse in hebben. Maar ik denk dat we met z'n allen, en dat zal ook onze rol ook straks zijn als inspectie, om wel te kijken van of we ook wel die voortgang gaan merken. Dat de organisaties dat werk de boel wat meer op orde gaan krijgen. Uh-huh. Ja, en natuurlijk is het gewoon heel fijn dat er nu ook geld beschikbaar is. Dat je ook daadwerkelijk die extra mensen kan aannemen die we nu wel zoeken. Hè, die informatieprofessionals. Uh-huh. Dat er misschien wat ruimte komt om wat meer met elkaar afspraken te kunnen maken over de verschillende systemen die gebruiken. Verzin het, maar de kansen liggen er nu. En uiteraard zullen er ook partijen zijn die ook dit misschien een kans zien om dat geld ook op andere manieren in te zetten. Ja, dat zien we vanzelf wel. Maar je moet wel beginnen. Ja. En het helpt gewoon dat er geld beschikbaar is. Ja, dit is het moment om zowel dat vak verder te brengen en serieuzer te nemen wellicht. En ook om dat wat zo belangrijk is voor de democratie verder te helpen. Ja, maar die wisselende kwaliteit, dat zal wel een ding zijn. Kijk, die in het vervolgtraject is voorzien dat die regeringscommissaris, die zouden vanaf 1 juli moeten zijn, dat die hier ook een actieve rol in heeft. Dus je bent niet klaar op 1 juli. Dan heb je ook nog het gesprek met de regeringscommissaris in de periode daarna, denk ik. Van, nou, waar voldoen die plannen überhaupt? Gaan die plannen leiden tot de gewenste, die visies die we hebben neergelegd, gaat het daartoe leiden? En verder gaan wij zelf wel zoveel mogelijk en alles doen om organisaties te ondersteunen om die plannen op orde te krijgen. Ja. Er staat ook samenhang met MJP, zie ik als vraag. Ja. Want dat was natuurlijk al iets, een meerjarenplan verbetering informatieshouding. Die is inderdaad geïntegreerd in dit plan. Ja. Dus het is ook mogelijk om geld te krijgen, aan te vragen als je dat nodig hebt voor acties rondom e-mailarchivering, webarchivering
en berichten-apps en actief openbaar maken. Ja, dus dat is er nu in. Die lijntjes met allerlei andere initiatieven, die worden daadwerkelijk gelegd. Alleen nieuw is het is nu niet alleen een afspraak, maar er zijn ook middelen voor. Ja. Dus dat is het. Ik zou nog heel even terug willen schakelen, want de regeringscommissaris wordt al een aantal keren genoemd. Het indienen van die plannen wordt al een keer genoemd. Zouden we nu nog even hier aan tafel duidelijk kunnen schetsen wat er inderdaad met die plannen gebeurt? Als organisaties die dus in gaan leveren, wat gebeurt er dan mee? Ja, die worden beoordeeld dan op kwaliteit, haalbaarheid. Dus er zijn een aantal criteria voor. En dan aan de hand daarvan worden de middelen toegekend. Mm-hmm. Okay. Het is niet zo van, nou, ik heb een plan en ik vraag en ik krijg. Er zit nog wel iets aan vast wat gaat over kwaliteitstoetsing. Ja, dus het is ook in eigen en uiteindelijk vanzelfsprekend weer algemeen belang, maar voor organisaties om zo kwalitatief goed mogelijk stukken aan te leveren. Ja, dat en wat ook de bedoeling is dat we gaan kijken van waar zitten nou overeenkomsten en wat is nou generiek? Wat zijn nou dingen die we eigenlijk allemaal ook als organisaties willen? Zou je die dan ook nog op een andere manier kunnen organiseren? Ja, ik denk dat het ook zeg maar de plannen dat je nu in de initiële fase zijn we tot 1 juli, dat we plannen maken en dat we die indienen. Maar dat je vervolgens ook moet gaan kijken van sluiten die plannen straks nog aan. En dat je daar ook in die hele cyclus van sturing en monitoring nadrukkelijk rekening mee moet gaan houden dat er bijstellingen nodig gaan zijn. Ja. We gaan leren met elkaar, we gaan dingen samen doen, we gaan dingen misschien de loop van de tijd ook weer uit elkaar halen. Zeggen van ja, het zijn toch grote onderwerpen. En ik denk dat die ruimte daar ook nadrukkelijk in gezocht moet worden. Ja. En het is ook niet vrijblijvend. Hè? We gaan natuurlijk met elkaar ook bepalen hoe samen we er nu gewoon ook voor. En over een aantal jaar ga je natuurlijk ook gewoon kijken, hebben we überhaupt vorderingen gemaakt? Ja. En dan hebben we best met elkaar wat uit te leggen. Als we bijna 800 miljoen uitgegeven hebben, hebben we geen vorderingen gemaakt. Hè? Dus het is niet heel vrijblijvend. Hè? Dus we moeten ook oppassen dat het plan ligt al klaar en we zien verder wel. Nee, we gaan dat gewoon heel duidelijk ook meten. En er zijn meerdere partijen die hier heel erg op zullen gaan letten. Dat zijn niet alleen wij als inspectie, maar de rekenkamer ook. Ja. En dit gaat om groot geld ook. Hè? Mm-hmm. Dus er zijn meer partijen die straks echt wel ons met z'n allen ter verantwoording gaan roepen. En terecht, want het is allemaal belastinggeld. Ja. Er kwam net nog een vraag binnen, ook gericht aan jou, Gerben. En die ging als volgt. Het lijkt mij best saai, zei diegene, om zo'n format in te vullen. Hoe zorg je dat het ook een beetje leuk wordt? Ja, ook heel saai. Leuk muziekje opzetten. Ja. Ja, hoe zorg je... Ja, ik heb zelf wel het idee, zeg maar, dat je... Ik had zeg maar de open op orde, dat is dan een OOO, zeg maar. Hè? Dus dat, als je dan gaat kijken naar wat we nu eigenlijk zitten, je zet het momentum wat je met elkaar creëert, dat moet ook gewoon een beetje go, go, go worden. Ja, dus met elkaar ook zorgen dat die energie erin komt en dat je gaat zien dat je wat je invult, dat collega's er wat aan hebben, dat je met elkaar in gesprek bent over het onderwerp. Ja, is het dan leuk? Ja, ik vind dat hartstikke leuk, maar dat is misschien mijn handicap. Misschien mag ik even een voorbeeld noemen. Ja. We doen vaak DUTO-scans, duurzame toegankelijkheidscans. En dat doe je eigenlijk met verschillende groepen binnen een organisatie. Dat doe je met de mensen uit het echte werkproces. En je doet het met de informatieprofessionals, de informatiearchitecten en de softwaremensen. En daarna doe je het met alle twee. En dat zijn eigenlijk gesprekken. Dat zijn gesprekken van een middag, waarbij mensen met elkaar focussen op dat thema en daar gewoon allerlei dingen in ontdekken waar meestal geen tijd voor is om die uit te wisselen, of die een beetje ondergeschoffeld raken of die uit het zicht verdwijnen. En dat zijn ook inspirerende sessies, want je hebt het gevoel dat je samen een vraagstuk aan het tackelen bent en daar dan mee verder kunt. En ik denk dat ook het maken van zo'n plan, Dat moet natuurlijk meer zijn dan het invullen van een formatje. Dat is een denkproces en uiteindelijk komt dat dan in zo'n formatje te staan. Ja, wij hebben het in ieder geval volgens mij ontzettend leuk gevonden om het te doen. Mm-hmm. Tenminste, en soms botst het even. Maar het is juist heel erg leuk om met z'n allen te doen. Maar dat kan inderdaad niet als je het beperkt tot het invullen van het format. Nee. Overigens gaan we dat format digitaliseren. Dus dan misschien kunnen we daar nog iets ludieks mee doen. Wat ik als één anekdote dan voor het invullen van het format zie, is dat er mensen bij elkaar gaan kruipen. Zeg maar. Dat je eigenlijk ook in deze situatie, waar je eigenlijk vooral via die schermen communiceert, dat je toch ziet dat mensen zeggen van... Laten we nou eens even de kans nemen om met elkaar op kantoor te gaan zitten of op een andere situatie. Laten we dat gewoon eens even gaan doen. Ja. En dan is het ook een moment om een goed gesprek te starten. Ja.
Ik ga naar de volgende vraag. Ja, ze zijn inhoudelijk misschien random, maar het is belangrijk om vragen te beantwoorden. Kom allemaal binnen voorbij. Hoe is geborgd dat er gewerkt wordt aan het hogere doel, een transparante en betrouwbare overheid, terwijl het risico van een langjarig en kostbaar op orde traject dreigt? Wie wil daarop reflecteren? Dus hou het algehele doel in de gaten. Waar doe je het voor? Waar doe je het voor? En ja, ik vertaal hem even, maar verdrink niet in waar we als overheid erg goed in zijn, in je eigen koker en kijk hoe je dat regelt. Ja, dat is natuurlijk altijd lastig, hè? Want we kijken natuurlijk heel erg altijd naar output. Hè? Wat zijn nou de projecten die we opleveren en wat levert dat op? En in deze wereld waar wij nu in zitten, is dat vaak onder de motorkap. Als de motor goed zoomt, is dat hartstikke goed, maar wat zie je daar nou van? Dus je moet het voor jezelf toch gaan vertalen, wat is nou de outcome? En dat hadden wij net in ons gesprek ook al, wat moet die burger nou straks merken? Ja. Dat is natuurlijk razend lastig als je het hebt over dat de e-mails op orde zijn, documenten op orde. Wat merkt die burger daar nou van? Ik denk eerlijk gezegd niet zoveel. Misschien wel de burger die straks in het Nationaal Archief komt en denkt van, hey, alles is vindbaar. Maar dat zijn natuurlijk niet zoveel. Maar wat voor mij heel belangrijk is, is dat dat de overheid zich altijd moet kunnen verantwoorden over wat hij doet. Uh-huh. En hoe digitaler we worden, ook met inzet van algoritmes, het wordt zo steeds moeilijker voor burgers ook om nog te kunnen zien van hoe werkt het nou straks allemaal. En de overheid moet zich wel kunnen verantwoorden voor wat hij doet. Ja. Dus het is heel erg belangrijk dat we ervoor zorgen dat we het boel op orde hebben. En als laatste, waar we het net ook even over hadden, als we straks geen overstromingen meer hebben, zoals we nu met toeslagen gehad hebben, is dat zo waanzinnig belangrijk. Alleen, je hebt geen natte voeten. En is dat dan fijn? Dat is fijn, maar daar heb je het niet over. Nee. Je hebt het pas over moment dat je voeten nat zijn. Ja. Dat is voor mij, en dat laat zich niet zo makkelijk kwantificeren. Je kan niet zeggen van over 5 jaar, dan hebben we getal X bereikt, getal Y, dus we zijn er. Dat gaat niet. Maar deze waarde moeten we wel heel erg goed in de gaten houden. Ja, die toeslagaffaire heeft er misschien wel voor gezorgd dat er een koppeling is tussen dat wat er allemaal binnen onder die motorkap gebeurt en is. Dat eigenlijk, als dat niet op orde is, voor maatschappelijke problemen kan zorgen. Ja. Er zijn slachtoffers gevallen en dat maakt het dus heel gevaarlijk en dus heel belangrijk wat we doen. Ja. Ja. Dan zou de inspectie als handreiking misschien ook kunnen kijken van hoe is de burger tevreden met de informatieverstrekking van de overheid? Zou je dat kunnen meenemen zeg maar, in je toetsen, in plaats dat je vooral naar instrumenteel naar ons eigen informatiehuishouden kijkt? Hebben we nu ons doel bereikt inderdaad? Dus, zijn we maar het is ook informatieverzoek. We hebben bijvoorbeeld afspraken om informatieverzoeken binnen bepaalde tijd af te handelen. Dat wordt met de komst van de wet open overheid, wordt die termijn nog korter. Ja. Ja. Nou, een van de doelstellingen zou moeten zijn dat we niet alleen termijnen halen binnen de Rijksdienst, maar dat ook kwalitatief goed halen. Ja. Ja, dat is uiteindelijk waar het om gaat. En we hebben het ook wel eens over gehad, want het is een van de kritiekpunten ook wel op het plan. Waar is die burger nou? Waar is dat Kamerlid? Is wat we nu opgeschreven hebben, is dat nou uiteindelijk wat gaat helpen? Nou, dat is wel waar het uiteindelijk om gaat. Dat we die normen gaan halen en dat de waardering en tevredenheid voor de overheid toeneemt. Dat zijn uiteindelijk de criteria waar het om gaat. En misschien, kijk, deze problematiek komt altijd aan de orde bij parlementaire enquêtes. Ik weet niet wat de volgende enquête is die eraan komt, maar dat zijn wel hele goede toetsmomenten. Mm-hmm. Dus als we binnen nu en 5 jaar komen er vast nog nieuwe parlementaire enquêtes die we niet weten. Nu is de gaswinning, hè, die wordt heel goed voorbereid. Zeker. Qua informatiepositie. Ja. Maar er komen er nog meer aan. Als daar geen paragraaf bij zit van de Tweede Kamer, de informatievoorziening was voor de zoveelste keer een probleem, dan zijn we goed bezig. Ja, goed, we moeten naar een afronding. Ik heb nog één vraag die ik graag wil stellen, want er zijn nog wel meerdere vragen, maar we komen niet aan alle vragen toe. En die luidt, kunnen impactanalyses en andere plannen die al gemaakt zijn door andere departementen als good practices met elkaar gedeeld worden? Absoluut. Aan alle kanten worden hier. Zijn die al zichtbaar ergens nu op dit moment? Ja, we zijn nu bezig met een aantal organisaties die al bezig zijn van geef ons vanuit openoporder.nl de mogelijkheid om dat te delen. Er komt voor de informatieprofessional komt ook een leeromgeving. We gaan van alles zijn we aan het inrichten. Dus ja, dat lijkt me niet meer dan logisch dat we dat gaan doen. Daar zijn we voor. Ik dank jullie hartelijk voor jullie bijdrage hier aan tafel, maar ook op allerlei andere plekken in deze studio. Of het nou aan de staattafel, aan de barkruk of inderdaad hier aan tafel was. We gaan afsluiten. Deze opname die is opgenomen, zoals het al zegt, zoals het woord opname al zegt, en is dus uiteindelijk ook terug te kijken. En als het zo is dat jullie nog meer willen weten, jullie kijkers, dan zien jullie nu in beeld waar je terecht kan.
Nogmaals dank. Dank ook voor het kijken. Succes met de plannen. Niet alleen voor 1 juli, maar ook voor de rest van de tijd. En misschien is het ook wel goed om nog even te zeggen, realiseer dat het ook een kans is om het vak leuk te houden en wellicht te maken. Absoluut. Dank.